Lekker vijfje. Lekker, lekker. Oh jee. Oké. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik dacht, wat doe ik nou met deze pijp? Heb jij die pijp meegenomen? Nee. Ik heb even geen idee. Ik zou het ik weet het ook even niet. Volgens mij. Ja, dat heb je wel eens. Hè. Als je s'avonds weggaat, dan je denkt, oh, hoe ben ik thuisgekomen? Maar hoe zijn jullie in mijn bed beland? Ja, dat vragen wij ons eigenlijk ook af. Want wie ben jij? Ik ben Jan Migoski, Stichting Mami. Och, van Etten. Van Etten. Leur, Ettenleur. Wij komen uit Etten. Uit Etten, ja. En hoe ben jij in mijn bed geland en wie ben jij? Ik ben Prins Snoek de Eerste uit Totteringen. Prins Snoek de Eerste? En ik rolde vannacht de kroeg uit. Ja. En ja, ik dacht dat ik in mijn eigen bed lag, maar... Oh jee. Ja, er is die mits die laat altijd de deur openstaan tegenwoordig, hè? Vandaag of morgen komt er hier ook nog een dweilbent naar binnen. Nou, we moeten elkaar maar een beetje beter leren kennen dan, hè? Ja. Dus de prins van Teteringen gewoon. De prins van Totteringen. Wauw, Totteringen is het nou natuurlijk. Ik kreeg gisteravond ook nog een appje trouwens van Mariska. Wat, kun je daar iets over vertellen? Nou, ik had gisteren mijn stem kwijt. Oh. En Maris zei tegen mij dat ze een hele goede tip van Tommy had gekregen. Oh. 's Ochtends eventjes zout in het water te doen, koken en even mee te gorgelen. Hey. Ik heb het vanochtend gedaan, maar alles kwam eruit. Alles kwam eruit. Was niet te doen. Ja. Maar ik denk dat mijn stem wel een beetje terug is. Oh, oh nou ik hoor het wel. Ja, daar zit wel volume in. Hé, hey, en Mami. Ja? Dat jij hier nog in je bed ligt dan. Ja. Want er gebeurt heel wat volgens mij vandaag. Ze zijn volop op de markt net bezig om alles op te bouwen. Ja, jeetje. En dan lig jij hier bij mij gewoon, gewoon lekker in bed. Ja, ja. Nou, het is voor mij als er een droom uitkomt, hoor. Oh ja, vinden jongens niet leuk dat ze dat horen. Ah. Hey, elkaar een beetje beter leren kennen, hè. Wat is het raarste wat jij ooit bij iemand thuis gezien hebt? Het raarste? Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Moet je eerlijk zijn? Ja. Het raarste, dat ik ergens bij iemand binnenkom en dat een andere vrouw de deur opende dan ik verwacht. Oh, oh, dat is pikant. Ja, hè? Dat is pikant. Ja. Dan kan je beter met een pijp in je mond wakker worden, toch? Ja, jeetje. Ja, het is maar net wat je wilt. Ja, 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 dit dus. Wie mag jou s'nachts wakker maken? Mijn vrouw uiteraard, die mag me altijd wakker maken. Ja, ja, ja. Je hebt een leuke vrouw trouwens, hè? Dank je wel. Ja, 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 ik heb ze laatst gezien. Hartstikke leuk. Maar ik weet niet of ze het heel leuk vindt dan, hoor. Nee? Nee, ja, maar ik heb alleen geslapen, toch? Ja, ja, hè? Ja, dat is waar. Ja, ja, daarom, daarom. Hé, hey, ik ben wel, ik ben eigenlijk wel op de hoogte. Ik, ja? Ja, ik ben, we gaan naar tafel. Kunnen we ontbijten? Gezellig. Ja, een hele goede morgen en welkom bij Bende Wakker bij Baronie TV. Esther, ben je een beetje wakker? Heel eerlijk, nee. Nee, ik had gisteren een streep door mijn zingenagenda. Ja. Dus ik ben lekker de stad ingegaan. En toen dacht ik, nou, ik maak het tot een uur of acht. Ja, ja dat lukt me nooit. Half twaalf geworden, twaalf uur? Ja, zoiets, ja. Maar ja, ik ben dan vanaf twee uur al wel bezig. Dus dat merkte ik wel vanmorgen. Ruik je het ook? Nou ja, ik was het shawarma met knoflook? Of, Ja, zoiets. Heel veel. Nou, we hebben natuurlijk ook vandaag nog een beetje goed nieuws. Want de optocht van het Kielergat, die gaat vanmiddag door. Wel in aangepaste vorm. Want alle grote wagens die komen als eerste, omdat er later op de dag wat grote windstoten kunnen komen. Dus de optocht in Kielergat gaat door. En vanaf half twee is dat te zien bij Baronie TV. Ze draaien het gewoon een beetje om. Ja, joh. Ze draaien het gewoon allemaal een beetje om. Kijk eens, en daar komen de eerste pilsjes en lekkere broodjes voor iedereen. Kijk eens, ontbijt, kom op tafel. Dankjewel. Ei ruik ik al. Hier, pak een lekker broodje. Ah. Zeg, we zitten natuurlijk niet alleen aan tafel vandaag, want we hebben natuurlijk de prins van Totteringen hebben. We hebben Jan en Marianne van het Mami. Dat is het maandagmiddagspectakel wat vanmiddag in het Stijlhorenrijk gaat gebeuren. Even naar Totteringen. Prins Snoek, hoe gaat het momenteel? Ja, gaan we goed. Stem ik weer lekker terug? Ja, mijn stem is toch wel weer een beetje terug inderdaad. Dat was fijn. Zoutroggelen zei je, dan moet het ook eens gaan proberen. Zoutroggelen, ja. Ja. Durf jij dat?
Nou ja, als ik al het uitkomt, dan zal het niet goed zijn, denk ik. Hey, hoe gaat de carnaval ontottringen tot nu? Carnaval gaat heerlijk. We bestaan 55 jaar dit jaar. Ja. We hebben een paar nieuwe leuke dingen gedaan, waaronder gisteren de boerenbruiloft. Ja. Gisterochtend hadden we heel onze kroeg al helemaal vol zitten. Heel leuk, ludiek. Die boerenbruiloft, ja. Hoe gaat dat in zijn werking? Hoe ziet dat eruit? We hebben uiteraard een man en een vrouw gevraagd of die in het onecht willen verbinden. Ja. Dus we hadden Pastor Pik. Dat klinkt al gezellig. Dat klinkt al lekker, dat klinkt al goed. En Kostrianus. Die hebben ze in de onecht verbonden voor 2,5 dag. En op dinsdag, vlak voordat ik mag aftreden, ga ik ze weer uit elkaar halen, zeg maar. Dan is het klaar. Ah, oh, het is echt maar een bruiloft voor een paar dagen. Ja, voor 2,5 dag vakantie. Oké. Nou, dan zou ik het misschien ook nog wel durven. Ik wou eigenlijk vragen wie die uitnodiging kwam voor het feestje, want ik heb nog niks binnen. Feestje was gistermiddag, toen hadden we de receptie. Oh. Alles bij elkaar. Hey, en het is het eerste jaar dat jij prins bent in Totteringen. Ja, moet je even uitleggen, hoe gaat dan zoiets? Word je daarvoor gevraagd? Of? Ja, nee, onze oude prins die stopte ermee. Ja. En dan ga je natuurlijk kijken van, ik zat vorig jaar in de raad. Ja. Van wie zou dat in het dorp willen overnemen? Ja, en toen vroegen ze op een gegeven moment mij heel onverwacht. Dus uiteraard moet je er even goed over nadenken. En hoe lang mag je prins zijn? Ik mag maximaal 3 jaar. Maximaal drie jaar prins. Dat is bij de meesten wel. Hè? 3 jaar lang prins en dan moet je eigenlijk gewoon wegwezen. Nou, het wisselt wel, hè? Het wisselt wel overal. Ja, sommige 11 jaar, sommige 3 jaar. Jan, ben jij ooit prins geweest in het Stijlorenrijk? Nee. Jammer genoeg niet. Nog niet. Maar jullie bent wel een van de voorzitters van het Mami-spektakel, wat vanmiddag in het Stijlorenrijk gaat gebeuren. Ik ben een van de bestuursleden, ja. Nou ja, bestuursvoorzitter. Maar vertel, wat is het Mami? Het Mami, het is een maandagmiddag gebeuren waar we elk jaar proberen om een wereldrecordpoging weg te zetten. Ja. Dat doen we al voor het 34e jaar. En wat gaan we dit jaar doen? We gaan dit jaar klepperen. Klepperen? We hebben 3000 kleppers laten maken en zelf nog meegeholpen. En we gaan kijken vanmiddag of we een mooie record weg kunnen zetten. Hey, en waar gaan we mee klepperen? Gaan we met de handen of met deksels? Nee. Of, we hebben eerst gekeken naar wat het originele klepperen is. Dat is met 2 houtjes. Nou, probeer op maandagmiddag de mensen met 2 houtjes aan klepperen te krijgen. Ik denk dat wij dan meer oogletsel hebben dan als anders. Als een record? Ja. Toen ben ik gaan zoeken op internet en toen heb ik iets gevonden. En heb ik uitgewerkt. En dit zijn de kleppers geworden. Laten we even zien. Laten we kijken. Dit zijn de kleppers. Zo, dat klept er goed op. Nou, ja. En die hebben jullie allemaal zelf gemaakt? Wij hebben een bedrijfje gevonden wat ons heeft geholpen. Mm-hmm. En daar zijn de kleppers gezaagd, geschuurd. De gaten geboord en hebben ze een tapeje gezet zodat wij de touwtjes en herinneringen aan konden maken. Maar hoeveel mensen moeten vanmiddag op de markt in Stijlorenrijk gaan klepperen om het record te kunnen verbreken? Als ik heel eerlijk ben, als we er eentje hebben, dan zijn we al tevreden. Dan hebben we een record. Oh, dat meen je niet. Het is gewoon het is een nieuw record. Ik zeg al, we gaan het record wegzetten. Van het Mami wordt altijd wel verwacht dat wij een paar duizend mensen op de been krijgen. En ik hoop dat dat vanmiddag vanwege met het weer ook zo is. Ja. Hoe ziet het weer eruit? Wat zijn de verwachtingen? Motregen. Maar dan kleppert het wel extra hard. Ja. Dus ik denk, dat moet geen probleem zijn, denk ik. Ja, we hebben ook een heel leuk programma erbij. Want we hebben een aantal artiesten. Waaronder ook One Two Trio. Die kennen we wel. En we hebben wel geen dak op de markt, maar het dak gaat er wel af vanmiddag. De mooie boom die vliegt de lucht in. Juist, die is extra verstevigd. Hey, en Prins Snoek, jij hebt ook iemand meegenomen, een speciale tafelgast. Klopt. Zoals ik net zei, bestaan wij 55 jaar bij ons dorp. Hans Verdaas die is op zijn 15e ooit 55 jaar geleden begonnen met het bouwen van de wagen Totteringen. En in die 55 jaar tijd heeft hij heel veel verschillende activiteiten georganiseerd in ons dorp. Ja. Waaronder afgelopen jaar hebben we de avond van de lach, Sauwelavond, heeft hij erop gepakt met een aantal vrienden. Dus vandaar dacht ik, we bestaan 55 jaar. Ja. Ik neem Hans mee. Nou Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En ik moet zeggen dat ik de 55 jaar eigenlijk niet heb beleefd.
als een opgave. Nee. Het is eigenlijk één groot feestje geweest bij ons in Tolderingen. Hij begint er ook helemaal van te stralen. Ja. Ja. Moet je kijken. Ja. 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 Dat is toch fantastisch. Ja. En ik zal je zeggen, ik ben ooit als jong manneke bij de plaatselijke cafetaria. Die had een eigen carnavalsverenigingetje. En daar werd een wagentje gebouwd. En de eerste prins kwam in Teteringen. Ja. En die gingen we ophalen. Prins Hein, den eerste, wie kent hem niet. En ja, dan verzeil je in het kapellenwereldje en dan pak je zijn microfoon vast. Ja. En dan sta je overal met dat ding te roepen toeten. Ooit op het kielenbal natuurlijk bij onze flanellen. Die we een zaterdagavond nog eventjes hebben mogen bewonderen. En ik weet niet of jullie de flanellen wel eens in actie hebben gezien. Nee, ja, wij zijn Esther, denk ik wel. Wat een groentjes maak ik hiermee. Ja, dat is echt zo. Ja, maar dat is echt. Wij hebben nog, ik hang aan je lippen, want we hebben veel te leren van je. Nou, mijn vrouw zit ook mee te kijken. Zolang ik aan jou lippen hang. Want anders blijft het niet. Ja. Maar die glimlach blijft er wel op zo. Hey, en wat voor soort activiteiten heb je allemaal gedaan, Hans? Nou, ik heb 13 jaar in de dorpsgasten, een kapel gezeten in het slagwerk. Sommigen werken wel als geslachtswerk, maar ik deed gewoon de kleine trom. En vanuit dat wereldje werd ik nogal eens gevraagd voor wat dingetjes te presenteren. Dus dat heb ik heel veel gedaan de laatste 30 jaar. En ja, ook in het sauwelleventje bij ons in Teteringen. Tom praten voor degene die sauwelen niet zegt. Maar het sauwelen is eigenlijk ooit heel klein begonnen, ergens in 69, 70... En dan zit je in die zaal en dan denk je, hey, dat is ook wel leuk. Dus dan ga je je een keer inschrijven, dan ga je meedoen. Even later ga je wat teksten schrijven. We hadden een memorabele sauwelaar. Hij is helaas niet oud geworden, maar hij was 42 jaar. Zo. En die heeft 11 jaar in de tong gestaan en dat was hem op zijn lijf geschreven. En ik ging die avond ook wel eens presenteren. Ik kwam het theater van de Sikker achteraan. En zoals ik al zei, bij de flanellen op de kielenbals op zaterdagavond, jaren gedaan. En dat waren feestjes die er wel ingegrift zijn. Ja. Hans, wat heb jij nou niet gedaan? Ik kan mijn eigen... dat is eigenlijk wel een goeie. Ik denk dat ik op... Nooit prins geweest. Ik ben nooit prins geweest. Oh. Verder heb ik in het AKV gezeten, onze Algemene Carnavalstichting. En ik heb natuurlijk ook wel in de Raad van Elf gezeten. Maar prins... Heb je die ambitie ook om prins te worden? Nou, ze wisten van deze prins geen kwaad. Dus dan kon je daar niet worden. Nee, dat snap ik. Ja. Maar ik had zoveel andere dingetjes die me interesseerden, dat ik om in een vast tramien te lopen, want ik weet wat het is om een beetje prins te zijn. Ik heb er vele bijgestaan, zoals nu ook. Vind ik heel gezellig. En ik moet zeggen, dat vond ik toch wel bezwaarlijk tussen mijn hobby's door die ik had met carnaval. En zo kun je alles gewoon blijven doen en kiezen waar je hart ligt. Ik zat altijd op de gezellige plekjes. Ja, ja ik dat hoor doe het. Ik nog. Ja, kijk eens. Ja. Heerlijk, toch? Je vrouw zat mee te kijken, toch? Ja, die zit mee te kijken. Ja. Zwaai even lekker naar huis. Hallo. Hey, Jan, vanaf 1987 het Mami-spektakel in Stijlhorenrijk. Wat is nou eigenlijk de grootste recordpoging geweest die je de afgelopen jaren gedaan hebt? Ik denk dat wij daar meerdere van hebben. Onder andere emmer trommelen, stokpaardje rijden. Hula hoepen. Hula hoepen, nee. Daar heb ik dat idee is wel naar voren gekomen. Maar nogmaals... Wacht even, er zit hier één te lachen. En dan wil ik ook gelijk weten waarom. En majoretten hebben jullie gedaan? Majoretten hebben we gedaan. Vaandel zwaaien volgens mij ook. Vaandel zwaaien. We hebben langs de polonaise. Fietsbellen. Ja. Fietsbellen, ja? Fietsbellen. We hebben daar ons eigenlijk toch wel een beetje verkeken op het werk wat eraan zat. Ja, want normaal, ik hoorde jullie zeggen van, we hebben het laten maken. Maar ik weet dat jullie al die jaren gewoon avonden en avonden knutselen om majorettenstokjes in elkaar te zetten. Oh. En er worden dan buisjes worden allemaal geverfd en franjes eraan gemaakt. We noemen het wel als therapeutisch werk. Marianne is een van de ondersteunende leden en die zijn regelmatig gekomen om te helpen. En nogmaals, we doen het niet alleen. Ik doe het niet alleen, we doen het met meerdere. Op dit moment lopen ze ook op de markt in de regen alles te regelen. Ja, je bent gewoon 10 maanden per jaar bezig. Ja. Alleen mensen zien dat niet. En het is niet elke keer, elke week vergaderen. Alleen de laatste weken voor carnaval.
Maar ja, gaat de turbo even aan. Dan gaat de turbo ja. aan. Ja. Hey, en ja. Nee, op, ja. nee, doe maar. Ja, 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 ik dacht, we gaan het maar nog prima. Want je hebt ook iemand meegenomen. Ja, ik heb iemand meegenomen. Er zou nog iemand zijn, maar... Ja, die ligt op de markt natuurlijk. Nee, die is aan werk op de markt. Nee, dat was mijn vrouw. Die staat de klep hier om de hoek. Nee, het zou mijn vrouw zijn, maar... die heeft hetzelfde probleem als de prins. Flinke keelpijn en ja. zoutwater goochelen. Dat heb ik ook gezegd, dus hij schijnt goed te helpen. Nou weet je het ook werkt, even dat zonder dol, hè. Dat is een verse citroen. Ja, uitknijpen. Ik zie jou kijken. Geloof jij nou al niet? Serieus wel. Nee, dus een verse citroen, een liter water opdrinken, ja. Ben je morgen overal vanaf. Ja, en dan sta ik... Bij mij is het niet te horen, maar het gaat om het idee. Ja, het is wel terug. Maar ik heb Marianne meegenomen. Ja. En Marianne, wat is jouw functie binnen de MAMI? Ja, ondersteunend lid. Allerlei, net als de kleppers maken. Ja, en, want hoeveel kleppers hebben jullie gemaakt? 3000. 3000? Ja, dat zijn er echt heel veel. Jullie delen ze uit en aan de hand van wat je over hebt, zo kun je zien hoeveel mensen er mee hebben gedaan bij het record, toch? Ja. Nou... Nee, doe jij. Ja, sterker nog, we hebben ze een uniek nummer gegeven. Want normaal gesproken, degene die de vermiddelde clubs krijgt, zit nog een stickertje op met een uniek nummer. En we hebben daar 3 prijzen aan gekoppeld. Cool. Zoals? Welke prijzen? We hebben wel een beetje passend in de carnavalsfeer gekeken. We hebben een dinerbon. Oh. We hebben een lunchbon en we hebben een speciaal MAMI pretpakket. En wat zit er dan in dat pretpakket? Ja joh, doe je ding joh. Ja. En we zitten gewoon lekker op bij een lijnmeet. Misschien is dat een... Bij het woordje pret. Ja. Ja. Krijg je prethoogjes. Nou ja. Ze kennen je al beter, Esther. Fijn. Ja. En ze hangt zo aan je lippen. Dus. Ja, Hey Jan, wat in het pretpakket zit, dat wil je niet weten. Want onze kast wordt steeds leger. Dus, De kast? Welke kast? Bij het MAMI. Oh, ik dacht jij dacht een nachtkastje zeker. Ja. Oh, wat erg. Goedemorgen. Hey Jan. Dit hadden jullie niet verteld. Nee, maar we vertellen niet alles wat ze naar de studio komen. Anders gaat iedereen. Nou, laat maar. Het komt niemand meer. Naar de studio. Hey Jan, waar kennen we jou nog meer van? Want je doet natuurlijk voor buiten MAMI nog veel meer, hè? Ik doe nog veel meer, ja. Ik zit in een kookclub, ik zit bij de politieke partij. Wat doe ik niet? Ja, vertel jouw zoon, hè? Want jouw zoon heeft een keer met een kookwedstrijd meegedaan. Ja, ik heb een zoon die is patissier. Ja. En die heeft een aantal keren meegedaan aan wedstrijden. Ja. En chocolade showstukken gemaakt. Ja, nou. Dat is wel geweldig om te zien natuurlijk. Ja. Hey, maar nou hoorde ik dat Prins Snoek ook steeds meer zijn creativiteit aan het, doorpakken is. Want ik heb begrepen dat je als prins zijn, als je ergens naartoe gaat, altijd een cadeau mee moet nemen, toch? Klopt. Hoe pak jij dat aan? Nou, ik ga echt altijd even googlen van wat een... wat een motto is of wat de prins of wij ook heeft gedaan. Afgelopen dinsdag was ik bijvoorbeeld bij de raadsvergadering bij de burgemeester en mocht ik mijn betoog houden van 5 minuten 55. Oh. Is gelukt? Dat is, ja, ik zat op 6,5 minuten. Maar, Prins Baviaan die zat denk ik op 55 minuten. Nou ja, dat hebben we gemerkt. Dus dan 6,5 minuten nog mee. Maar ik wist bijvoorbeeld dat de burgemeester allerlei LP's in zijn werkkamer op het stadhuis heeft hangen. Dus ik had een mooie oude Brabantse klassieker van Thijs van de Molen meegenomen, langspeelplaat. Ja. Voor hem aan de muur bijvoorbeeld. Ja, en dan ga je gewoon googlen van hoe kom ik aan die spullen en dan ga je ze ophalen of ik koop ze gewoon via Marktplaats. Ja, maar ben je voorheen ook al actief geweest op Marktplaats? Wat wil je daarmee zeggen? Nee, nou ja, ik heb... Ja. Nee, ja, nee. Komt hij jou bekend voor? Nee, ik heb van horen zeggen dat deze prins ontzettend allemaal cadeautjes maakt voor iedereen. En echt de spullen op gaat halen in Etten-Leur, in Breda. Klopt. Jij gaat alles af om maar een heel origineel cadeau te brengen aan het dorp waar je te gast bent. Klopt inderdaad. Ja. Nee, ik vind het leuk om met een ludiek cadeau aan te komen dat wat gericht is. Voor die prins of degene waar je bent. Dus dat is een behoorlijke ontwikkeling dan?
Ja, ja, maar, nou, maar, ja, maar het is ook leuk om te. Maar ik rij inderdaad dus, ja, stad en land af dan via Marktplaats. Dat is voor jou toch een beetje echt de prins op het witte paard. Ja, dat is toch fantastisch, zo creatief. Ja, dat hey, we hebben dit jaar veel aan jullie gevraagd. Jullie moesten iets meenemen, jullie moesten voor ons iets schrijven. Een zotte reden. Nou, Jan, ja, jou komen straks met een zotte reden. Maar we gaan eerst naar Prins Snoek met zijn zotte reden. Nou, Prins Snoek. Ja, ik heb hem bij de hand. Mijn zotte reden heet Wij van Totteringen. Wij van Totteringen. Wij van Totteringen. Wij van Totteringen, wij vieren carnaval. Alle dorpelingen lachen, gieren, zingen. Elke sik, die komt ervoor van stal. De bokkenpruik voor even in de kast. Een boerenkiel die iedereen wel past. En alle sikken in het sikkeland, die hossen springen. En dat doen ze hand in hand. Een masker op, ge bent u zelf niet. Je gaat als Christusik of Schelepiet. Kom sikken in het sikkeland, zet al je sores aan de kant. Met carnaval in sikkeland kom ik u tegen en dan weet ik dat je lacht. Met carnaval in sikkeland hou ik van jou en feesten wij tot heel diep in de nacht. Wij van Totteringen, wij van Totteringen. Wij van Totteringen, wij vieren carnaval. Tot in de hoogste kringen zie je sikken swingen. Bokkinezen klimmen uit de dal. De sikkenpit wordt niet meer onderschat. De lentebok komt rechtstreeks van het vat. Nou, nou. Papa, papa. Ja. Ja. Nou, goed gedaan. Hartstikke leuk. Oh. Oh, oh. Hey, en niet opgevraagd? Hey, en nou dat toch een mooi muziekje gemaakt wordt. Misschien kunnen ze nog wel een mooi nummertje maken. Het mooie is dat die zotte reden is eigenlijk ons nummer, Wij van Totteringen. Dus ik denk het leukste is als ze nu ook gaan spelen ook. Nou, ik zou zeggen, nou, konden ze kom maar aan, ja. Kenny Harder met Wij van Totteringen. Hey, kom er allemaal lekker bij. Kom
Nou, hey, dat klonk goed. Dat klonk goed. Hey, ga je heel veel nummers zingen, optreden of zingen, spelen? Nou, we hebben eigenlijk wel wat optreden, dus ja? Dat is wel leuk, ja. Ja, vertel. Waar ben je allemaal al geweest? Tetering natuurlijk. Ja, ja Tottering, ja. Sorry. De Leur. Ook op de Leur? Ja, en gewoon in de stad. En waarom ben je in de Leur terechtgekomen? Ja, via de Hutsenklutsers natuurlijk. Via de Hutsenklutsers, ja. Kijk. Hé, hey, en jij, hebt ook een beetje naar je zin? Ik heb zo naar mijn zin, hoor. Ja, goed zo. Het is nog een beetje vroeg, maar... Ja, wil je nog iemand de groeten doen? Sorry? Is het nog een beetje vroeg, ja? Ja, voor mij wel. Hey, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er onder die bril zit dan. Zijn ze heel groot, die wallen? Ja, dus... Oeh, nee, doe maar weer op. Hey! Doe maar weer op, maar ja. Het is laat geworden gisteren. Ja, daar komt het wel op neer, ja. Ja, weet je nog hoe ik er thuis ben gekomen? Zo, ja, zoiets, ja. Ja? En er veel Limburgers gespeeld? Ja, ook wel. Heel veel, ja. Heel veel. Oh, ja. Lang gespeeld, zeker. Ja, op de trompet, hè? Trompet? Ja. En jij, je kan ook niet harder, volgens mij? Nee, dat gaat echt niet meer lukken. Nee, hè? Dat kan niet meer... Maar jij moet denk ik wel heel hard blazen op dat ding. Dat gaat wel aardig door, ja. Ja, dus, ja. En dan vraag ik me altijd af, hè. Is dat nou niet heel onhandig om dan zo'n je stuurt wel eens een keer ergens tegenaan. Maar ja, daar ben je wel aan. Ja. Heb je dan ook een speciale voor carnaval? Of deze, dit is nee, deze gebruik ik altijd. Dus, jeetje. Dat is wel een joekel, zeg. Ja, dat is goed, hè. Twee grote heb jij. Echt een hele grote. Hé, hey, ja, jij hebt een middeltje, zie ik. Je hebt ook een best een grote. Ja, ik doe mijn best. Ja. Ja. Ja, ik hoef alleen niet zo erg te compenseren. Nee, maar ik vind wel dat hij nog mooi glimt. Ja, ik doe mijn best. Ja, hij glimt nog goed. Voor de carnaval in ieder geval wel. Ja. Hey, volgens mij kunnen we wel weer terug aan tafel. Ik weet gewoon genoeg hier. Ja, ik vraag me dan wel eens af, hoeveel promil blaast zo'n ding? meer van de alcohol, tadaa. Zeg maar. Tata. Nee, joh. Hey, Jan, we hebben ook aan jou gevraagd om een zotte reden mee te nemen. Ja. Zullen we maar gaan doen? Wij zullen maar doen. Nou, de zotte reden van het Mami. Ons. Dat was geen pret. Nou, Jan, je mag je zotte reden gaan doen. Mag ik mijn zotte reden? De zotte reden van Etten, van Leur naar Etten. Ons Truus die was geboren hier in Etten. De Janus die zijn wieg stond in de Leur. Maar dat kon de lusten niet beletten. Om beurten ging ze stiekem weer van Leur. Maar dat kon hun de lusten niet beletten. Om beurten ging ze stiekem weer van Leur. Het is van Etten naar Leur of van Leur naar Etten. En dan maken wij met de carnaval wel een punt van natuurlijk. Ja. Maar het is gewoon Ettenleur. Oké. Voor het Mami. Ja, het Mami wel, hè? Ja. Want voor de anderen is dit natuurlijk altijd een strijd, hè? Etten of Leur. Er zit een strijd, ja. Behoorlijk, hè? Ja. Ik vind het met carnaval hartstikke leuk. Ja. Maar daarna moet het gewoon voor 360 dagen weer. Laten we dan voor nu maar is het altijd ook, gewoon eens een eind maken. Waar ligt de grens? Wat is Etten? Wat is Leur? Ik kom uit Etten, toch? We liggen aan dezelfde kant. Maar waar is die grens? Het stripje. Nou, de grens die loopt heel grimmig. Mensen dachten vroeger dat de Rijksweg, de oude Rijksweg, is de grens was. Sommigen zeggen het spoorlijn. Maar toen ik in Etten-Leur kwam wonen, toen kwam ik achter na een paar jaar. Je komt er eigenlijk helemaal niet uit. Ik ben een rasechte Bredaner. Oh, nou dat kan. Dus, nou, kijk jij naar mij. Dat vind ik nou weer jammer. Hè? Ik dacht het echt een stijl hoor. Maar je viel wel even stil. Ja, dat zeker. Ja. Gebeurt niet helemaal van slag. Gebeurt niet van, ja. Nou, laat maar. Nou ja, ik heb 17 jaar op de Leur gewoond. Ja. En nu woon ik al 20 jaar in Etten. En je wil niet meer weg? Ik wil van beide kanten niet meer weg. Nee, nou, ik ook niet. Ik ga Etten-Leur ook niet uit. Hey, heren, we hebben aan jullie iets gevraagd om iets mee te nemen voor het uitwisselingsproject. Het is heel makkelijk. De prins van Totteringen heeft iets voor het Mami. Het Mami heeft iets voor Totteringen. En dan zien we volgend jaar, als jullie terugkomen, het attribuutje weer terug. En het mag gebruikt worden ook, hè? Ja. We moeten ook ervaring, bewijs hebben. Ervaring? Nou, nee. Het moet wel gewoon bewezen worden dat je het gebruikt hebt.
Oké, we gaan naar wat zit er in de koffer? En ondertussen wordt de koffer naar Prins Snoek gebracht. Ben jij leraar van beroep? Nee. Een mooie, chique koffer. Ja, maar dat is Marktplaats, hè? Oh ja, Marktplaats. We hadden deze opgehaald. Bij iemand van de raad, die had hem nog liggen. Dit is niet veel Marktplaats, deze. Nou, dat is wel jammer. Moet ik hem ook openmaken? Nou ja, nou, maar dat zou wel heel makkelijk zijn, denk ik. Och, kijk eens even hier. Oh. Kijk, hier komt hij uit. Laat hem eens even zien, kijk. Ah. Wij zijn natuurlijk AKV de Sikke in Totteringen. Ja. Dit is ons welbekend Sikje. En we bestaan dit jaar 55 jaar. Dus dit is eigenlijk ons 56e Sikje. Die nu direct eens in de koffer gaat en dan volgend jaar weer tevoorschijn komt. Ja. Maar wellicht misschien nog ergens anders opduikt gedurende het jaar. Nou ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. Misschien ik denk dat je vanmiddag gaat klepperen. Ja, dat denk ik. Misschien dat het nog wel inspiratie geeft voor Mami voor volgend jaar. Nou, ik zou zeggen overhandig dit pronkstuk aan het Mami. In de koffer? Nou ja, doe maar in de... Mag de koffer mee? Jawel, hè. Wat een officieel moment dit, hè. Mooi, hè, Lins? Ja. Ik krijg er bijna kippenvel van. Jongen. Ik vind jullie echt een goede bandje. Ik hoef gewoon niks te zeggen. Nee, maar hun doet het gewoon, hè? Ik zit al 3 dagen. Papa, ja. Doet het en dat ken je niet harder, hè? Goed opgevoed, Prins Snoek. Ja. Allecht. Jan, wees er zuinig op. Volgend jaar zijn jullie zeker bij ons terug. En dan willen we graag de koffer zien met het Sikje. En wat heb jij voor Prins Snoek? Wat ik heb voor Prins Snoek is... wij bestonden vorig jaar 33 jaar. 33 jaar Mami. 33 jaar... keihard werken om een spektakel weg te zetten. Toen hebben wij een sjaaltje laten maken in verkleinde vorm. 33 jaar Mami en ik wil je deze overhandigen. En ik mag het gebruiken. Dat gaan we doen. Nou, ta-ta-ta-ta. Ja, dat is weer jammer. Haha, lekker. Nou, een jaartje op een sjaaltje passen. Ja, ik ben benieuwd. Misschien, wat kun je dan allemaal met die sjaal doen? Ja, ik zie wat jij denkt. Hij is iets te klein dat ik er warm van krijg als ik verder niks aan heb. Nou, misschien kan het. Nou, komt goed. Nou, we zijn benieuwd wat hij de volgend jaar meegedaan heeft. Hé, hey, wat staat er voor de komende dagen, wou ik zeggen, maar morgen is al de laatste dag. Wat staat er nog op de planning bij jullie? We hebben vanavond onze lampjesoptocht. Ja. Dat doen we nou sinds een paar jaar. Hebben de normale, we hadden altijd een optocht overdag. Ja. Hebben we sinds een paar jaar veranderd in lampjesoptocht. Hoe komt die omschakeling in één keer? We merkten dat de laatste jaren qua bouwclubs en tetering is lastig om mensen op de been te krijgen. Dat die nog zeg maar gaan bouwen voor carnaval. Ja. En de maandagavond, dan merk je ook dat er andere clubs, nu ook aan Naden en uit de randgemeente, die nog naar ons toe willen komen, lampjes op een wagen zetten. En dat we toch een mooie optocht ervan kunnen maken. Oh, mooi. Dus dat is eigenlijk de reden. Ja. Ja. Sorry. Ik zit er helemaal stil van. Ja. Ik was ook het is toch echt de prins op het witte paard voor je, hè? Nee, ik stond even een beetje... Na te dampen, van de kroeg en zo. Ben ik eigenlijk gisteren aan het Kielegat geweest, zeker? Ja, ik merk het. Jan, straks het Mami-spektakel op de markt in het Steilorenrijk. Hoe laat gaat het beginnen? Het officieel begint om 2:00, maar vanaf 1:30 staat DJ Jos al te draaien. Leuk, Jos. Ja, die kennen we allemaal, toch? Wij hebben nog de twee wethouders van de zingavond die komen zingen. Dan hebben we in ieder geval het officiële gedeelte en de 1-2-trio. Ja. En we hebben nog iets speciaals laten maken. We hebben namelijk een soort sing-along. En hebben wij een hoedje laten maken waar de teksten van de 3 nummers die worden gezongen. Dus jouw zotte reden was eigenlijk gewoon het eerste stukje van het eerste liedje? Mijn zotte reden was het eerste couplet van Leur naar Etten. En van Etten naar Leur. En dat is iets wat... Hoe gaat het? Van Etten van... Etten naar Leur, van Leur naar Etten, van Etten naar Leur. Van Leur naar Etten, van Etten. Ja, die is leuk.
Jij bent een kielergatter, maar je kent wel het Etteros volkslied. Ja, ook al. We waren maar op de thuis. Nou ja, vertel mij wat, vertel mij wat. Maar ja, dat krijgen de mensen ook nog uitgereikt. Ja. En dan gaan wij rond 3:15 de recordpoging doen. En dan gaan we daarna weer het feestje draaien. Ja, maar wanneer is het op een gegeven moment bekend dat de recordpoging is verbroken? Of ja, verbroken, het is de eerste... Ja. In ieder geval kort na nadat we de poging hebben gedaan, ja. Gaat de deurwaarder in ieder geval, of de notaris gaat... De deurwaarder natuurlijk. Ja, die komt ook altijd langs. Nou, die kan heel etten door, denk ik, naar de carnaval. Ja, ja. Ja. Als je mij maar overslaat. Die komt dan en zegt dan van, ik wil alle kleppers hebben. Ja. Nee, maar goed, dat wordt gecontroleerd en dan een minuut of 10 aan de hand hebben we wel een uitslag. Nou, we zullen vanavond de reportage al voorbij zien komen op Baronie TV, denk ik. Wat leuk is, in Totteringen hebben ze ook jeugd. Ja, dat klopt. We gaan naar het vragenpraatje met Esther. Het komt allemaal staan hier, maar ik ben natuurlijk echt op zoek. Oh, ik zit vast. Naar de jeugdprinses Evi. Kom er even bij staan. Hey, vertel. Hoe ben je jeugdprinses geworden? Nou, je moest eerst aangeven zeg maar wat je wou. Ja. En dan moesten ze kiezen. En er waren best wel veel dit jaar die dat wouden. En dan moest je een speech houden. En dan ging ze daarna stemmen. En dan, ja, toen werd ik het. En waar heb jij je speech over gedaan? Ja, gewoon over mezelf en waarom ik het weer worden. En waarom wil je het dan heel graag worden? Nou, ik vind het gewoon heel leuk en heel gezellig. En sowieso dat ik in de jeugdraad zit, maar ook nu omdat ik jeugdprinses ben. Maar je hebt wel in de jeugdraad gezeten? Nee, nee, nee. Nee, 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 echt voor de eerste keer? Ja. En hoeveel doen er dan mee? 17 zijn er nu bij ons. Zo, dat zijn er wel veel. En jullie hebben allemaal ook een praatje gedaan? Of jullie wilden geen jeugdprins? Degene die jeugdprinses zouden worden, die hebben dan een praatje moeten doen. En dan moesten ze gaan stemmen, de rest. En dan kreeg je te horen wat je was. Maar stel, hè, hoe kom ik nou in een jeugdraad? Nou kan ik niet meer in een jeugdraad komen. Maar... Je haalt de woorden uit mijn mond. Ja, nee, ja. Ik voelde hem al aankomen, een beetje. Aankomen. Maar hoe moet je eigenlijk dan inschrijven? Of gaat het via school? Nou, je kan gewoon... We hebben een tienerbal. Daar komt iedereen op. En dan, als je wil komen dan. Dan kan je inschrijven. En ja, dan word je gekozen. En als je gekozen wordt, dan kom je erin. Aha, aha. Hey, en zou er iemand volgend jaar ook nog jeugdprins of jeugdprinses willen worden? Nou, eigenlijk kan dat niet. Want alleen als je in groep 7 zit, kan je aanmelden en je kan maar 1 jaartje, zeg maar. Maar 1? Oh, dat is wel kort. Ja, maar wel heel leuk. Ja, is het leuk? Ja, wat is het allerleukste wat je nu hebt meegemaakt? Eigenlijk gewoon een beetje alles. Ik weet het er niet zo goed. Ja, je straalt er ook helemaal van, zie ik. Wauw. Ben je niet een beetje moe? Nou, soms wel, maar dat gaat wel voorbij, hoor. Dat gaat wel voorbij, hè. We hebben tijd genoeg, hè. We hebben tijd genoeg om nog naar de carnaval nog even lekker bij te slapen. Toch? Jazeker. Hé, dit was het einde van deze uitzending. We hebben dadelijk Bosuilendorp. En wie hebben we eigenlijk nog meer morgen dadelijk? Prinses Esther komt ook nog voorbij. Oh, die komt ook nog voorbij. Ik wil het Mami hartelijk bedanken voor jullie komst. Heel veel succes dadelijk. Ja, dankjewel. En ik wil ook Prins Snoek bedanken met zijn hele gevolg. Heel veel plezier in Teteringen. En wij gaan er tussenuit. Tot strakjes. Groetjes. Eerst nog eventjes naar de kapel. Volgens mij staan ze al klaar. Kan Prins Snoek ze nog aankondigen? Uiteraard. Nou, hey, de groetjes. Dit Kenny Hadder, want hier is Kenny Hadder. Oh, sorry.